Hi iedereen en welkom terug bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag iets heel anders doen dan normaal. Dat heb ik al wel eens vaker gedaan, maar dan gewoon zonder video op te nemen. Ik ga namelijk voor een hele dag mijn social media verwijderen. En daaronder vallen Instagram, Snapchat en TikTok. Ik heb Twitter, maar Twitter gebruik ik eigenlijk niet. Dus dat ga ik ook niet verwijderen, want daar heb ik toch niks aan. WhatsApp had ik op mijn telefoon staan, want dat is best wel belangrijk voor school. En ik wil ook even zeggen dat ik in plaats van mijn telefoon de hele dag niet gaan gebruiken, mijn social media alleen niet gaan gebruiken, omdat ik mijn telefoon gewoon nodig heb voor YouTube. Anders komen er geen video's online deze week. Ik moet namelijk vandaag gewoon een video editen, dus mijn telefoon ga ik wel gaan gebruiken, maar social media dus niet. En die ga ik nu ook meteen verwijderen van mijn telefoon. Hier Instagram verwijderd. Yep. Ja, dan gaat de dag beginnen. En als je denkt, Michelle, wat zit je haar verschrikkelijk? I know. Deze vlechtjes heb ik nu voor de derde dag in. Ik ga ze er straks uithalen. Maar het leek me leuk om in een video te doen. Omdat mijn haar dan helemaal ontploft en krullerig eruit komt. Dus laten we dat nu maar gewoon eventjes snel gaan doen. Nou, ik lijk net een soort van leeuw of zo nu. Ik heb zoveel haar. Mijn haar is zo lang. Het is gewoon apart om het anders te zien. Bij mij werkt krullen ook nooit. Want mijn haar is super zwaar en super lang. Dus dat blijft gewoon niet zitten. Behalve als ik het inlegt. Dan komt het er dus zo uitzien. Ja, ik vind het zelf niet aanpassen. Maar het is wel leuk voor een dagje. Ik verwacht niet zo heel veel van deze dag. Ik heb mijn social media verwijderd. Instagram, Snapchat, TikTok. En daar zit ik best wel veel op. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben misschien een klein beetje verslaafd aan mijn telefoon. Maar wat ik eerst even ga doen is mijn bestanden van de vorige video die ik gisteren heb opgenomen overzetten naar mijn telefoon. Dan heb ik in ieder geval wat te doen. Want die moet gewoon ook af. Want anders heb ik geen video voor morgen. Dus dat ga ik eerst even doen. En als die zijn overgezet, dan kom ik weer bij jullie terug. Oké, ga ze maar zoeken. In de woonkamer alleen, toch? Ja, alleen in de woonkamer. Nee. Oké. 3 van de 10. 5 van de 10. Oh, wat? Jongens, ik heb niet gekeken, want ik was in de badkamer. Oh, hier al. Ja. Ja. Alle 10! Hey, nu ga ik ze verstoppen. Nou, het is nu 11:05. Ik heb de afgelopen paar uren gewoon lekker geëdit op mijn telefoon. Niet op social media gezeten. En ik moet zeggen dat ik best wel veel dingen gedaan krijg. Ik heb paaseitjes verstopt met mijn broertje. Was heel leuk om te doen. We hebben het in de woonkamer gedaan en hier in de keuken. Hier in de keuken was het toch wel iets lastiger. En ik heb net lekker mijn video geëdit voor morgen. Dus die is, als je dit kijkt, gisteren online gekomen. Dat is de avondroutine. Ik ben wel bang dat hij iets te kort is voor mijn doen. Maar ja, ik ga hem gewoon uploaden, want het is gewoon een enorm leuke video geworden tot nu toe. Wat ik nu ga doen is, ik ga even een tosti maken. Want mijn broertje heeft er het een gemaakt en ik heb daar best wel trek in. Mijn tostiapparaat staat al klaar, dus ik ga er gewoon, even een broodje met kaas maken en die erin gooien. Dus dat ga ik nu eventjes doen. De zon is weer tevoorschijn gekomen, dus ik ga gewoon lekker naar buiten. YOLO!
Nou, ik ben dus weer binnen van mijn stukje skilleren slash lopen. Ik heb een stukje geskillerd, maar mijn skillers zijn stuk. Ik kreeg vandaag als het goed is een nieuwe binnen. Maar daar heb ik nog niks over gehoord, dus dat zal wel. Maar ik zit letterlijk binnen en het gaat nu weer sneeuwen, regenen of weet ik het wat het ook is. Wat ik wel merk, zeg maar zonder social media, is dat ik het contact met mensen wel heel erg mis. En dat is denk ik vooral omdat er nu niemand thuis is. Mijn moeder is aan het werk, mijn broertje is met een vriendje buiten. Het waait echt heel hard, dat is echt niet normaal. Maar ik denk gewoon dat ik het contact heel erg mis. En ik denk dat vooral een positieve kant van social media het contact met vrienden is. En vooral nu in de coronatijd is dat gewoon belangrijk. Op zich is zo'n challenge wel leuk om te doen als het lekker weer is. Maar het is nu echt, nou, windkrachten, weet ik het hoeveel. Het is niet normaal. Dus deze challenge ga ik zeker nog een keer doen. Ik wil hem in principe doen, maar dan helemaal zonder telefoon. Misschien zelfs helemaal zonder beeldschermen. En dan ergens in de zomer, of gewoon als het lekker weer is. Dan kan ik gewoon lekker naar buiten. En dan, nou ja, meestal zit ik dan ook niet echt op mijn telefoon. Dus mocht je die challenge dan nog een keer willen zien, laat het zeker weten hieronder in de comments. Ik denk dat ik gewoon weer lekker eventjes ga puzzelen. Ik heb hier mijn puzzelboek nog liggen. Die heb ik gisteren ook gebruikt. En ik ga gewoon weer wachten tot de zon er schijnt. Dat gaat waarschijnlijk over 5 minuten is het weer lekker buiten. Dus ik ga lekker buiten puzzelen straks. Het is weer aan het sneeuwen. Nederland, wat ben je aan het doen? Ik onderbreek even de video, tenminste onderbreek. Het is ook wel leuk om in principe te horen. Om even mijn aftelkalender te laten zien. Ik heb best wel de vraag gekregen hoe je die nou precies maakt. Nou, en je kan hem in principe ja, zo gek maken als je zelf wilt. Ik heb gewoon een A4'tje gepakt en de hoeveelheid dagen. Dus voor mij was dat dan hier 212 verdeeld over het papiertje. Dus nou ja, het aantal hokjes keer elkaar. Het zijn hokjes van 1 bij 1 centimeter. Dan weet je het ook alvast. Maar ik heb ook nog een andere. Ik ben namelijk aan het aftellen voor de zomer. En over 2 dagen is dat nog maar 100 dagen. En dan heb ik een andere aftelkalender gemaakt. Die ligt hier achter. Kijk. En daar zijn de hokjes iets groter. Namelijk 2 bij 2 centimeter. Dus ja, het ligt helemaal aan jezelf hoe je deze wil personaliseren. Ik zal hem nog even van dichtbij laten zien. Nou, zoals je hier kan zien heb ik 100 hokjes. Ligt er een beetje aan of het precies past. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld 2 hokjes erboven nog bij gezet. Omdat het anders niet perfect uitkwam. Maar ja, je kan er zelf voor kiezen hoe je hem zelf ook maken. Het is gewoon een A4'tje met hokjes van 2x2 of hokjes van 1x1. Als je gewoon begint met alle vakjes en hierboven een ruimte overlaat om zomer of weet ik het wat neer te zetten. En hem daarna gewoon lekker inkleurt. Ja, dan heb je als het goed is gewoon een hele mooie aftelkalender. Maar ja, dat wilde ik eventjes laten zien. En nu ga ik gewoon weer lekker verder chillen tot het avondeten. Want het is weer aan het sneeuwen, dus ik zit gewoon weer lekker binnen. Zo, goedemorgen. Het is nu de volgende ochtend en ik heb gisteren zo goed als een hele dag zonder social media geleefd. Behalve WhatsApp, die gebruikte ik gewoon nog voor school en voor werk, voor dat soort dingen. Ja, hoe vond ik het? Ik heb het wel eens vaker gedaan, dus ik weet dat ik het zelf heel erg chill vindt. Het enige jammere was dat het gewoon niet zo heel lekker weer was. Dus ik moest wel binnen blijven eigenlijk. Ik ben wel een tijdje naar buiten geweest. Maar dat, ja, weet je. Je kon niet echt naar buiten zonder bang te zijn voor een sneeuwbui. Dus ik wil het zeker nog een keer doen. Maar dan gewoon in de zomer, van net als het lekker weer is. En niet in een sneeuwbui in april. Maar ja, ik vond het op zich heel chill om te doen. Om even mijn social media te verwijderen voor een dagje. De volgende keer wil ik het misschien of langer doen of gewoon mijn hele telefoon niet gebruiken voor een dag. Ja, ik vond het heel chill en ik raad het zeker aan voor jullie om ook te doen. Maar wel op een tijd dat je echt zonder social media kan. Dus niet als je in een drukke periode zit, want dan heb je WhatsApp bijvoorbeeld gewoon heel erg veel nodig. En zeker nu met corona vind ik social media best wel een positief aspect hebben. Namelijk contact met vrienden en dat mis je nu waarschijnlijk heel erg in coronatijd. Dus ja, dat is een beetje wat ik ervaren heb het afgelopen dagje. Vond je deze video nou leuk? Druk zeker op dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer zeker weten hieronder op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!